Yo, what's up guys, welkom bij weer een nieuwe video. En als jij net zoals ik de Ultimate Edition hebt van Forza Motorsport, kan je morgen aan de slag met de nieuwe Next Gen Forza Motorsport. Een soort van soft reboot kunnen we wel zeggen. Het heet dan ook niet voor niks Forza Motorsport 8, maar gewoon Forza Motorsport. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we in die game gaan duiken, en trouwens, vanaf donderdag 12 oktober rijden we onze eerste race in Forza Motorsport. Heb je daar zin om mee te doen? Join dan even onze Discord. Maar voordat we gaan beginnen aan de nieuwe game, blikken we nog één keertje terug op de oude game. En dat doen we natuurlijk op mijn favoriete circuit, Spa-Francorchamps. Daar rijden we een korte race en dan doen we dat morgen nog een keer. Alleen dan, in de nieuwe Forza Motorsport, dan hebben we gelijk goed vergelijksmateriaal. Daar gaan we dan. Ik weet niet op welke plek van de grid we staan. Oké, we rijden redelijk voorin. Vijf rondjes, Spa-Francorchamps dus. Je moet het wel met de controle doen, want we spelen hem op de Xbox Series X. Ik probeer hier wat ruimte over te laten aan de rechterkant. Voor de Ferrari voor me. Als hij mij maar niet in de muur zet. En dat was al een kleine touché. Ik zal tijdens deze race tussen wat verschillende camera standpunten switchen. Superweg om de graphics te tonen natuurlijk. Want we willen natuurlijk allemaal het verschil zien tussen de nieuwe Forza Motorsport. En deze. En trust me, deze ziet er nog steeds prima uit. Dat zie je zelf denk ik misschien ook wel. Dat was natuurlijk het paradepaardje op de Xbox One X. Kwamen volgens mij of tegelijk, of ongeveer tegelijk. Deze game draaide dan ook in 4K60 op de One X. We spelen nu op de Series X. Nieuwe generatie console, maar natuurlijk gewoon backwards compatible. Waardoor we deze game nog even kunnen checken. De Forza Motorsport Review, de nieuwe, die schrijft morgen op de website. De premium review en de open review als ik me niet vergis. En om gelijk maar even met de deur in huis te vallen, zonder een oordeel over de game zelf te geven. Ik had issues met de PC-versie. Ik kreeg gewoon geen goede performance, waardoor ik de game alleen op de console heb kunnen checken. Waardoor ik het dus ook alleen maar met een controller heb kunnen checken. Gelukkig heeft de nieuwe game, net zoals deze versie, gewoon uitstekende controller support. Dus daar is vrij weinig mis mee. Hopelijk komen we toch wel wat dichter bij deze gast. Het voelt alsof hij toch een beetje op een afstand houdt. Al lijken we hier dichterbij te komen. Onze auto gaat vooral heel veel sneller. Een keertje terugschakelen hier. Ja, dat ging hem nog net niet worden. Dat is toch te gevaarlijk. Dan gaan we hier over start finish. Moet ik hier proberen? Nee. Wat bij ons wel heel even laten zien. Gaan we even voor Chase Cam. Simpelweg om de graphics te showen. En daar gaan we. Wel hier even op de rem trappen. Anders redden we het niet. Nou, kijk, dit gaat prima. Dit gaat uitstekend. De bomen die ogen wel een beetje plat. Een beetje 2D. Alsof het alleen textures zijn. Maar nu moet ik zeggen, dat was ook wel een aardig verschil tussen Forza Motorsport en Gran Turismo Sport op dat moment. Die gebruikten toch allebei hele andere manieren om bomen en omgevingen te renderen. Ik vond die van Gran Turismo Sport er toch iets beter uitzien toen. Maar deze game zag er absoluut veel scherper uit. Car models waren over het algemeen toch wel weer voor Gran Turismo. Maar oh, dit blijft nog steeds een mooi game. Maar zoals ik al een klein beetje verklapte in de introductie, donderdag
12 oktober in de avond om 8 uur rijden we onze allereerste Forza Motorsport race. Het is nog niet een league, het is gewoon een losstaande race. Dat doen we uiteraard ook hier op Spa-Francorchamps. En we moeten nog heel even kijken welke autoklasse of we het de One Make gaan doen. Ik denk dat we voor One Make gaan, terwijl onze tegenstanders toch weer wat dichterbij lijken te komen. Daar zijn ze. We zijn ook een beetje aan het cruisen, moet ik heel eerlijk bekennen hoor. Je ziet, zodra we op een recht stuk komen, dan rijden we toch wel hard bij ze weg. Hier waren we iets te voorzichtig. Dat geeft niet. No harm done. Toch moet ik zeggen, het aantal verschillende cameraposities, ik ben daar wel fan van. Je hebt natuurlijk de dashboard waarmee we begonnen. Maar je hebt ook deze. En ik vind deze eigenlijk het meest ideaal voor wanneer je met het stuur speelt. Dan heb je toch nog het gevoel van een cockpit. Want dan heb je niet twee stuurtjes voor je neus die je ziet draaien. En hoor ook gelijk dat verschil wanneer je binnen de auto zit in plaats van buiten. En dat is sowieso altijd het dingetje geweest van Forza. Audio design klinkt echt fantastisch. En geloof me, bij Gran Turismo is het heel veel beter geworden. Maar daar was het zo erg. Vroeger klonken die auto's echt als stofzuigers. Het was het niet te doen. Het klonk nergens naar. Zo. Dat ging heel even niet goed. Maar Forza deed het altijd al beter. En ik ben een Forza speler van het eerste uur. En dat was vooral omdat Forza op het begin zoveel dingen deed die Gran Turismo niet deed. En met name voor mij op dat moment, los van het schademodel, was dat toch de customization. Je kon volledig eigen liveries maken. Dat heeft echt jaren geduurd voordat dat in Gran Turismo kon. Je kon altijd wel natuurlijk een spoilertje erop zetten of een bumpertje hier en daar. Maar echt ultieme customization, volgens mij was het pas vanaf Sport. Misschien dat het 6 was, maar 6 heb ik echt heel weinig gespeeld. Omdat die op de PlayStation 3 nog uitkwam. Maar in Sport en ook 7 nu, kan je dat ook ineens allemaal. Dat heeft echt heel erg lang geduurd. Dat heeft echt heel erg lang geduurd. En wat ik dus zeg, hoewel de audio design beter is geworden, is het nog steeds niet op het niveau van Forza Motorsport. Ik weet niet of je hier wel eens in de pit hebt gereden, maar de pitanimatie van deze game, daar hebben ze volgens mij geen tijd meer voor gehad. Want je krijgt gewoon een grote overlay in beeld en je ziet er eigenlijk helemaal niks. Zonde. Ik vind het altijd wel vet namelijk. Ik denk ook dat veel mensen zo racen. Jasper, waarmee ik de review doe, die race over het algemeen via deze cam. In Gran Turismo doe ik dat zelf via de bumpercam. Ik weet niet waarom. Ik heb het eigenlijk altijd al zo gespeeld. En ik zou het niet meer terug willen. Simpelweg omdat je, wanneer je achter je dashboard zit, je ziet gewoon te weinig. Zeker wanneer je een game dan een 16:9 speelt. Zoals op een console. Ja, kom je toch net wat zicht tekort. Eén na laatste ronde dus. En het was heel even wennen, de besturing. Zoals je misschien wel kunt zien. Maar we hebben nu inmiddels toch wel aardig wat afstand genomen van de nummer 2. Zo. Oh. Ja, dan moesten we heel zuinig zijn. En daar gaat hij weer. Circuit. Prachtig. Ik ben het pas helaas één keertje eerder geweest in mijn leven. Maar hier ga ik absoluut nog vaker terugkeren.
Dit is voor mij toch wel het Walhalla van racing. Niet alleen Formule 1, maar gewoon überhaupt. En geloof me, ik ben heel trots op Zandvoort. En volgens mij zit Zandvoort ook in deze game. Het zijn 32 tracks, 700 auto's. Volgens mij meer dan 200 circuitvariaties. Daarover niks te klagen. Volgens mij zat Zandvoort er ook in, maar misschien dat ik me vergis hoor. Het is alweer een tijdje geleden. Nee, ik denk dat ik me vergis met Assetto Corsa. Ik denk dat ik me vergis met Assetto Corsa. Maar we kunnen checken. Wat natuurlijk ook een aparte circuit is, maar er gaat niks boven Spa. Er gaat echt niks boven Spa. Glijden over Kirby. En dan gaan we nog één keertje. Full immersive. Toch wel veel overstuur de hele tijd. Maar het is oké. Okay. We kunnen het handelen. Forza League gaan we ook beginnen. Maar die zal wat later aanvangen. Wanneer iedereen genoeg tijd heeft gehad om aan de slag te gaan met deze game. Want wat ik al zei, 4 oktober kunnen mensen met de Ultimate Edition aan de slag. En vanaf 10 oktober kan iedereen die de game gewoon los heeft gekocht of Xbox Game Pass heeft, kan dan aan de slag. En omdat die dus op Game Pass staat, is natuurlijk de drempel erg laag om mee te kunnen doen. Dus ik hoop dat we ook hier een leuke, gezellige, maar vooral goed gevulde competitie gaan krijgen. Net zoals we dat hebben bij Gran Turismo 7. Zo. Daar verloor ik hem bijna. Toch inmiddels wel een straatlengteverschil met de nummer 2. Vond hij toch iets te makkelijk. Terwijl we hier half in de berm rijden. Wat zijn die Ferraris toch prachtig, hoor. Mocht je trouwens een mooie Ferrari race willen zien, vanavond om 8 uur de Gran Turismo 7 League. Met een race, iedereen in de Ferrari 458 GT3 of 488, wat is het? Ik dacht 458. Misschien zit ik ernaast. 458 of 488. Maar op het Italiaanse Lago Maggiore. Echt een geweldig circuit. En ook een technisch circuit op zich nog wel. Dat belooft dus veel spektakel. Vanavond om 8 uur. En dan hoeft nog iets beter voor de dag te komen dan de afgelopen races. Iets hoger dan top 5, dat zou nice zijn. Podium, maar er moet wel echt alles mee zitten. Inclusief de strategie. Terwijl we hier over de finishlijn gaan. In de laatste ronde. Eerste geworden. Nou, dat is geen verrassing natuurlijk. Maar bam, jongens. Dat was nog één laatste keer. Forza Motorsport 7. Om een of andere reden draait die game nu in 30 fps hier. Maar gameplay was uiteraard 60 fps. Dit was de laatste blik op Forza Motorsport 7. Een legendarische game. Krankzinnig veel auto's. 700 auto's, 32 circuits, 200 circuitvariaties. En een heerlijke tegenhanger van Gran Turismo. Op de Xbox natuurlijk. Hier enorm veel van genoten. Wellicht jij ook. Ik hoop jullie allemaal te zien in Forza Motorsport. Voor de morgen dus de nieuwe Forza Motorsport. Rijden we exact deze race. Waarschijnlijk ook met de Ferrari. En dan gaan we goed die twee nog even met elkaar vergelijken. En hoe groot dat verschil nu is. Want de nieuwe Forza Motorsport is natuurlijk next gen only. Hoe zien we dat daarin terug? Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet het duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Thanks en tot de volgende keer. Ciao!